Psalm 31 van bladzijde 146. Sinus x is min een half. Je moet altijd even uitkijken of je dit in graden of radialen moet oplossen. Nou, laten we gewoon eerst eens even beginnen met graden. Dat is voor de meeste mensen is dat het makkelijkste. En dan kun je altijd terugrekenen naar radialen. Dat is nooit het punt. We gaan eerst een tekening maken. Eenheidscirkel. Nou heb ik... Hier zit ergens die sinus in, hè? En dan staat er, de sinus van x is min een half. Nou, ga ik een lijntje tekenen. Ergens bij min een half zo. Zo. I is min een half. Als ik nou de sinus ga tekenen, een ander kleurtje, dan zou je kunnen zien van, nou, ik heb hier en daar zou het kunnen kloppen. Dus ik heb hier een hoek, deze, en ik heb hier ook een hoek. Ik heb dus twee hoeken waarbij ik precies op dat punt uitkom. En waar zit nou die sinus? Nou, dat is deze, die en die, hè. Nou, dan zou ik ook best wel eens die sinus kunnen tekenen. Gaat die zo, zo, enzovoort, hè. Nou zie ik twee snijpuntjes. Dat is een snijpuntje hier. En ik heb een snijpuntje daar. Nou kun je zo'n tekeningetje zou je natuurlijk ook op je rekenmachine kunnen maken. Het gaat eigenlijk als volgt. Check eerst even je mode. Hij staat op graden. Nou, prima. Dan zeggen we I is de sinus van x. Dan willen we een... een plot maken, een graf. Ja. En nu staat het beeld natuurlijk niet goed. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, heel goed. We gaan. Ja. Nou, je kan, bij window kun je dat instellen, maar we hadden graden gekozen. Hè? Dus je kunt inderdaad zeggen van min 2pi tot pi. Maar ik zeg hier even van 0 tot 360. In stapjes van 30 graden. En de i is van min 1 tot 1 in stapjes van, nou, een half. Dat lijkt me prachtig. Graph. Komt-ie. Dus hier heb ik diezelfde sinus die ik ook in mijn plaatje heel slordig heb getekend. Dan moet er nog een lijn in, namelijk die min een half. Dat kan. I is min 1 gedeeld door 2. Graph. Ja, ik zie het. Dankjewel. Opmerking was een andere min gebruiken, klopt ook wel, dat is die, hè. Graph. Dit is weer de sinus. En daar heb ik die min een half. Nou, dan wil ik graag de snijpunten weten. Ja. Ja, je kunt met second calc, kan ik nu zeggen van, nou, wanneer zijn ze nou gelijk? Ga ik naar intersect. En dan zeg ik van, nou ja, first curve, ja, dat is de eerste curve. Tweede curve, ja. En dan moet ik nog een guess aangeven. Nou, dan ga je daar een beetje naartoe. En dan zeg je van, nou, daar zit volgens mij dat snijpunt. En dan zegt hij 210 graden. Dus die eerste is 210 graden. Die tweede kun je op dezelfde manier berekenen. Second calc. Intersect. Eerste, tweede. Guess. Maar dat vind ik niet zo'n elegante manier van oplossen, 330 graden. Dus ik heb ze sowieso gevonden. Alleen, kan dat nou ook anders? Hey, wat meer algebraïs, zeg maar. En dus je hebt dit altijd achter de hand. Nou, wat is nou mooie? Je kunt ook zeggen, hieruit volgt dat de x is de arcsinus van min een half. Nou, dan gaan we kijken. Second sinus. Oh, moet hier even uit, jongens, sorry. Second sinus van min 0,5 geeft die min 30 graden. En denk je van, hé, klopt dat wel? Nou, precies. Ja,
Helemaal goed. Hè? Dus er wordt gezegd van nou, dat is min. Kijk, dit is de positieve richting. Dat is de negatieve richting. Dus ik ga eigenlijk in de negatieve richting ga ik 30 graden. Nou, dat komt ook wel. Dat is min 30 graden. Oftewel 360 min 30 is 330 graden. Nou, als je nou zo'n tekeningetje hebt en je zegt van, oh, dan is deze hoek is min 30. Ja, dan is deze hoek die hier zit is ook 30. Dan is die andere dus 180 plus 30 is 210 graden. Nou, ik geloof dat iedereen uiteindelijk op zijn rekenmachine met Intersect alles kan berekenen. Alleen wat ik nou hoop, is dat mensen met een plaatje ook zien hoe dat in elkaar steekt. Want daar gaat het natuurlijk om. En als je bij een ander vak dit soort dingen moet doen, moet je eigenlijk snappen in zo'n plaatje hoe dat zit met die sinus en die half. En dus dat is eigenlijk de doelstelling. Mooi.